Ja, we zijn vandaag bij de VTW en we hebben het vandaag over de EDIS Benchmark. En dan met name in het bijzonder van hoe kan de EDIS Benchmark nou een goed onderwerp van gesprek zijn tussen de toezichthouder en tussen de bestuurder bij woningcorporaties. Nou kijk, als aankomend commissaris wil je zoveel mogelijk innemen, opnemen en meenemen. Wat ik tot nu toe heb gezien is een enorm grote opkomst. Een aantal ook leden die bij mij samen de opleiding volgen. Dat is heel erg leuk dat je erkenning en herkenning hebt. Wat ik vooral zie is heel veel interactie met een gepassioneerde spreker. Wat ik heel interessant vond vanochtend bij de toelichting op de benchmark is hoe vat je nou dingen die wat minder hard in cijfers zijn uit te drukken. Dingen zoals bijvoorbeeld huurderstevredenheid, maar bijvoorbeeld ook een onderwerp als leefbaarheid. Ja, dat zijn voor mij als huurderscommissaris hele belangrijke en relevante discussies om met elkaar te voeren. Dus zeker nu al de moeite waard. Ik denk het allerbelangrijkste is het goede gesprek tussen de toezichthouder en de bestuurder. En als de benchmark daarbij kan helpen, dan is dat hartstikke fijn. Nou, ik denk dat het heel nuttig is om je nog wat dieper te verdiepen in de achtergrond van de benchmark. Dus bespreek de benchmark niet alleen maar op basis van de letters. Maar verdiep je ook eens, en dat is wat we vandaag hier in deze sessie doen, in wat er achter schuil gaat. En ik denk dat het heel relevant is om dat gesprek ook eens met wat collega's uit andere raden te voeren. Daar kan je echt van leren. Wat ik mee wil geven aan mensen die er niet bij kunnen zijn of zijn geweest en de volgende keer dat wel overwegen, kom. Want je doet heel veel met elkaar op en het netwerken is ook ongelooflijk leuk om te doen.